Actrice Sabine van Boven bewerkt het dagboek van Anne Frank tot een monoloog waarin zij vertelt over de ruim 2 jaar dat Anne Frank moest schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op indringende wijze wordt het publiek meegenomen in een wereld vol angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede en verdriet. Verslaggever Pieter Pluijgers sprak met actrice Sabine van Boven. Hoe is het mogelijk om Anne Frank te spelen? Hoe is het mogelijk om Anne Frank te spelen? Nou ja, dat is het boek lezen en goed dat je door laten dringen wat zij mee heeft gemaakt. En dan je daartoe verhouden. Dus je eigen emotionaliteit, je eigen emoties, je eigen verbeeldingen, fantasie combineren met dat wat je weet, zeg maar. En dan ontstaat er iets als spel. En dat probeer je op die manier zo goed mogelijk het verhaal van Anne Frank te vertellen aan de mensen. Ik ben bezig met iemand die opgesloten zit en niet geaccepteerd wordt op wie die is en die onvrij is en opgescheept zitten met mensen die commentaar op haar hebben. En daar focus ik me op. Dus het opgesloten zijn, het onvrij zijn, het niet geluid mogen maken. En je vindt het belangrijk dat deze boodschap ook aan de huidige generatie wordt overgedragen. Misschien ook in de gedachten van 4 en 5 mei. Ja, zeker. Ik speel het op scholen voornamelijk. Ik heb er iets van 200 keer gespeeld op scholen. En zo basis als middelbaar. Dus dat is de doelgroep. Dus dat kinderen en jongeren te horen krijgen van wat er toen gebeurd is en dat dat niet meer mag gebeuren. Dan gebeurt het helaas nog wel. Dus in het nagesprek heb ik het er ook over van wat kunnen wij dan doen? Wat kan je iets doen? En hoe gaan we hier dan mee om met elkaar? Dus dat is wel een link die ik leg en die ik heel waardevol vind om aan kinderen en jongeren mee te geven. Zeker ook omdat zij niet weten wat, ja, zij weten wat vrijheid is en niet wat oorlog is in ons land, zeg maar. Voor mij is het voornamelijk het herdenken van wat er geweest is toen en hoe erg het is en dat dat niet meer mag. Maar ik leg de link zeker ook naar bijvoorbeeld de vluchtelingen. Wat kunnen wij doen? Hè? Als je ziet wat de helpers hebben gedaan voor Anne Frank en die mensen in het achterhuis. Anders waren ze na 2 maanden al dood gegaan. Dat kunnen wij ook betekenen voor de mensen nu die uit oorlogen komen en die naar Nederland komen. Wat kun je doen concreet? Hoe kun je mensen zich welkom laten voelen? Wat kan je geven? Dus daar die link leg ik zeker. Een tijd geleden sprak je ook een jaar geleden bij Herman Centraal over dit stuk. Dat je het over de menselijke boodschap die het ook uitdraagt. Ja, inderdaad. Het omgaan met mensen. Hè? Hoe communiceer je in moeilijke tijden? Iedereen gaat mopperen en klagen en tegen elkaar tekeer. En hoe kun je dan daar anders mee omgaan? En dat vind ik ook een hele belangrijke in het nagesprek. En hoe kun je je eigen emoties uiten? Wat is jouw manier? En waarom is dat zo belangrijk om te praten, om het voor je af te schrijven? Dus ik pak heel veel menselijke thema's ook zeker aan om dit verhaal naar het nu te krijgen en dicht bij ons te brengen. Wat is het essentie van het stuk Anne Frank gespeeld door Sabine van Boven? Dat wij dankbaar mogen zijn voor wat we hebben. We mopperen en klagen met z'n allen wat af. En dat mag ook af en toe natuurlijk best mopperen en klagen. Maar oh, wat mogen wij dankbaar zijn voor wat wij hebben. Dat we gewoon naar school kunnen, naar ons werk kunnen. Dat we kunnen eten. En al zit je thuis, omdat je wel te eten hebt en een huis hebt. Er is zoveel wat wij hebben, wat niet zomaar vanzelfsprekend is. Maar wij wel heel vanzelfsprekend vinden. En het naar buiten kunnen gaan en gewoon kunnen leven. Zij verlangt er zo naar om te leven. Dus dat is voor mij de kern.